Lisa van der Geest, je bent lange baan schaatsen en marathon schaatsen. Je hebt een druk weekend gehad. Ja, zeker. Eerst gistermiddag de 3 kilometer en toen gauw naar het hotel even eten en gelijk door naar Deventer. En daar de marathon gereden en toen weer terug naar Heerenveen. Geslapen, ontbeten en nu de 5 kilometer weer erop zitten. Met 2 keer een persoonlijk record? Ja, een heel dik PR ook allebei en dat is natuurlijk heel mooi, had ik niet verwacht. En dan is het natuurlijk extra mooi als je gewoon 10 seconden en 7 seconden eraf rijdt. Je staat er redelijk fris bij. Ja, nou ik moet zeggen dat ik niet heel fris voel. Ik, natuurlijk die marathon gisteren, dat voel je wel. Hij heeft best wel je benen. En ik stond gisterochtend op en mijn keel was helemaal dik. En ik zit nu ook een beetje te snotteren. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar niks te klagen en het ging gewoon goed. Dus geen excuses. Krijg je dit jaar ook nog op de lange baan? Want je rijdt een tijd waar je denk ik net geen wereldbekers mee gaat rijden. Nee, nou ja, helemaal niet. Maar ik wil wel meer lange banen. Gewoon puur om het feit dat je meer ervaring wil opdoen. En ik wil gewoon over 3 jaar wil ik meedoen, 4 jaar. En daarom moet je nu gewoon wedstrijdervaring opdoen. En dan denk ik ook dat ik wel iets meer lange baan, ook 1500 meters wil rijden. Dat is gewoon goed voor je snelheid. En voor de marathon is dat ook goed. Dus ik ga het zeker meer doen, ja. Want je rijdt hem, de 5 kilometer, ik heb net gekeken, echt totaal vlak inderdaad. Er zit bijna geen verschil naar boven. Ja, klopt. Nou, ik reed een paar weken geleden in Insel 7:22. En toen was ik eigenlijk best wel hard begonnen. En ik dacht nu, omdat ik die marathon in mijn been had, dacht ik, nou, ik begin een beetje rustig aan. En toen hoopte ik dat ik hem iets kon afbouwen. Nou, ik hield hem vlak en dat was ook gewoon prima. En ik had ook echt niet door dat ik op 7:12 aan het rijden was. Ik dacht eigenlijk 7:17. Dus toen kwam ik over de streep, zag ik 7:12. Toen dacht ik, wow. Dus ja, gewoon super. Ja, helemaal blij mee. Je moet wat meer snelheid nog misschien hebben voor de 3 kilometer ook. Ja, nou ja, dat is dit jaar onwijs verbeterd doordat ik van de zomer best wel veel heb geskileerd. Ik denk dat dat echt wel heel goed was, dat je natuurlijk veel kort werk doet. En dat merk ik echt wel, dat ik meer snelheid heb in ieder geval. Je gaat niet naar Sochi, dat had je misschien niet in je agenda staan, maar dat was ook nog een mogelijkheid, zeg maar, als je hier voor de wereldbeker kan plaatsen. Ja. Of ga je nog voor het OKT toch wel? Nou ja, we zien gewoon, weet je, ik heb daar geen verwachtingen van en ik droom er niet van, maar weet je, we zien hoe het gaat. En misschien dat ik ook OKT mag rijden en dan rijden we dat en dat zien we dan weer, maar ik denk gewoon op de lange termijn en over 4 jaar dan wil ik er gewoon meedoen, dus we zullen het zien.